Baudet, grava Baudet, grava Baudet, sane moro yupichin, sane toto yupichin, peide, grava ma peide, grava ma pedeo, crava pedeo, sane moro iupicin, sane toto iupicin, ma pede, crava pedeo, mi pici, mi bere mamo, mi pici, mi bere mamo. Te sane toto un pici, da me wachi. Mi pici, mi bere mamo. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Het is vandaag dinsdag, 9 uur geweest. En dan is het weer tijd voor Twaalfu Lo. Ik ben Makeda Ja. En zoals altijd ben ik weer hartstikke blij om hier aanwezig te mogen zijn. Om weer een fijne uitzending te mogen geven aan de Brada's en de Sisa's die thuis zitten. En luisteren naar mijn stem en de boodschap die ik heb over te brengen. Volg me ook op YouTube. Daar heb ik enkele filmpjes geplaatst, stuk of 39, 40. En als ik zie dat mensen daarna gaan luisteren, dan wil ik het aanvullen tot 100 of tot eigenlijk alles wat ik in mijn voorraad heb. Volg me dus ook op Makeda Ja, op YouTube. En dan vind je eigenlijk alles wat ik hier vertel, hang ik dan daarop. Zoals altijd ben ik weer hartstikke blij om hier te zijn. En voordat we beginnen, kijken we natuurlijk altijd welke uitzending, wat voor informatie geef ik. Thema is de dood. Wat is er eigenlijk allemaal aan ons overgelaten, daar waar het de dood betreft? Opgedragen aan mijn dierbare vriend, die niet langer meer onder ons is. Dit is de derde deel, of het derde deel van het thema dood. Afgelopen keer hebben we gekeken naar Tibetaans dodenboek en daar een korte samenvatting van gegeven. Ik ga het nu weer kort terug over wat we afgelopen week eigenlijk hebben behandeld. Afgelopen week hebben we het gehad over het bewustzijn van de overledene, de kra, die dan niet langer gebonden is aan een lichaam en in principe in een vormeloze toestand zit. En zoals we weten is alles wat vormeloos is, kan alle kanten uit. Het is net water. Water is ook vormeloos. En het kan alles waar je het in giet, de vorm van het ding waarin hij gegoten wordt, kan hij dus overnemen. Zo is het ook de ziel die het lichaam loslaat. Het lichaam gaat terug naar de vier elementen waaruit het is opgebouwd. En de ziel, die wordt door zijn jojo meegenomen. We hebben de jojo's behandeld. We hebben aangegeven dat je twee verschillende soorten jojo's hebt. De jojo die je vanaf de spirituele wereld, door Tata jou zelf, wordt meegegeven. En die de opdracht heeft om op jou te letten gedurende je hele leven. Dat is dus eigenlijk de jojo die zich in de externe stoffelijke wereld tegenover de persoon, de kra, ontfermt. Die verslag maakt van alles wat een mens meemaakt, alle lessen die hij leert, de groei en alles wat de persoon eigenlijk heeft vergaard aan spirituele groei,
maar ook aan spirituele downgrade. Want niet iedereen die hier komt, die groeit. Alhoewel het wel de bedoeling is dat de ziel een spirituele oplichting hier op aarde dus meemaakt. Dus dat is dan die Jojo die zich bezighoudt met het leven hier in het stoffelijke. Het moment dat de kra het lichaam loslaat en de persoon overlijdt, dan overhandigt deze externe Jojo de ziel aan de Jojo die de persoon meeneemt in de spirituele wereld en dan de persoon dus brengt naar de rustplaats waar die dan moet blijven tot eigenlijk alle mensen die op aarde zijn gewogen zullen worden. In de heilige schriften heeft men het over het ophalen van de aardse oogst. Dus wij zijn de oogst van deze aarde. Dat zijn alle zielen die hier op aarde hun levensdoel en hun levensles moeten leren. In het Tibetaanse boek, of in het Tibetaanse dodenboek hebben we het erover gehad, dat het bewustzijn van de overledene langs baardoos passeert. Baardoos zijn als het ware staat van bewustzijn die men dus heeft in de tijd dat men doodgaat en opnieuw gereïncarneerd moet worden in een nieuw lichaam. Dus die tussentijd van doodgaan en opnieuw reïncarneren. Het Tibetaans dodenboek zegt dat men dan langs bepaalde bewustzijnstoestanden passeert. Dat noemen ze dus baardoos. En ook deze baardoos, deze bewustzijnstoestanden, die zijn ook ingedeeld in twee. Zoals hoe de Jojo ingedeeld is in een Jojo die je meeneemt of begeleidt in het stoffelijke. En een Jojo die je begeleidt in het spirituele. Zo heeft dus ook een bardo een tweedeling. Een externe en een interne. Dus bardo's zijn bewustzijnstoestanden die de kra ervaart in de periode dat hij dood is en opnieuw in een lichaam gereïncarneerd moet worden. Volgens het Tibetaanse dodenboek duurt deze periode 44 dagen. Het boek zegt dus dat de persoon dus dan opnieuw geboren wordt, waarschijnlijk op de 45ste dag. Dan wordt de persoon in een nieuw leven, of in een nieuw lichaam, een nieuw leven, geboren. Het bewustzijn, wat vormloos is, die neemt dan bezit van zo'n babylijfje. En dat kan je horen op het moment dat die baby dus gaat huilen. Bij zijn eerste huil is dus die vormeloze bewustzijn, die kra, die ziel in het lichaam verankerd. Dat is wat wij noemen dus ankra. Dus de kra, ankra in a baby in body, in a baby in sting. Teere tak a baby is slaak e eerste kreet a bije kree. Dat want tak a bewustzijn, a kra, ankra. Bij de Tibetaan is het dus na 44 dagen. Bij de dood, zegt het Tibetaanse dodenboek, tijdens het sterven hallucineert de persoon. Hij hallucineert en hij ziet visioenen. Hij ziet visioenen van dingen die hij heeft meegemaakt als persoon in zijn leven. De dingen, ervaringen,
die hij verzameld heeft. En het is afhankelijk van de bewustzijn van de persoon. Is de persoon, heeft die veel kennis verzameld? Heeft die veel wijsheid verzameld? De wijsheid, de kennis, de mededogen, de liefde die de persoon in zichzelf verzameld heeft. Dat gaat bepalen hoe die persoon eigenlijk omgaat met de hallucinaties. Met de visioenen die hij meemaakt. Op het moment van sterven. Dus als de persoon een goed persoon is, alibibungnanga in omgeving, asorgufu in omgeving, asorgufu in ching, het was een goed mens naar zijn of haar partner, een warm persoon, dan sterft de persoon anders dan wanneer de persoon een wicked persoon is geweest. Een slecht persoon. Iemand die alleen maar ruzie heeft gehad met zijn omgeving. Iemand die zich niet heeft gehouden aan de trefus. Iemand die egoïstisch was en alleen maar leefde vanuit zijn ego. Want van de ego, dat weten we inmiddels al. De ego is niks anders dan het lagere zelf van de persoon. Het tegenovergestelde van spiritualiteit is eigenlijk egoïsme. Van de ego weten we inmiddels ook al dat de ego eigenlijk een leugen is. Zoek maar op in het woordenboek of Google naar de definitie of naar de betekenis van het ego. En dan zal je zien dat het ego eigenlijk een leugen is. En de wereld waarin we nu leven is heel erg egoïstisch, narcistisch zelf. En we hebben al vaker hier behandeld dat de spirituele onzichtbare wereld, dat is de eigenlijke wereld, dat is leven. Ego, die verdwijnt bij de dood, omdat de ego, het doel van de mens hier op aarde, is om zijn ego te vernietigen, is om zijn ego te overstijgen. Want een ego is eigenlijk een leeg iets, een leeg omhulsel, een leugen. Die opgemaakt is en die niks te maken heeft met de realiteit van de ziel. Het is aan ieder ziel, ieder mens, iedere kra gegeven om eigenlijk zijn ego te vermoorden. Omdat de ego weerhoudt de persoon om een sociaal, meelevend, liefdevol persoon te zijn. Dus als iemand sterft die heel erg vanuit zijn ego heeft geleefd, dan is die dood heel anders dan wanneer die persoon een lief persoon is geweest. Een warm en vriendelijk persoon die leefde voor zijn omgeving, met zijn omgeving. En geen egoïstische, hebzuchtige, trefu-achtige persoonlijkheid heeft opgebouwd. De persoonlijkheid die men ego noemt, is er eigenlijk eentje die ons belemmert, zeker bij het doodgaan. Zo iemand, een egoïstisch persoon, sterft met heel veel angst. Zo iemand die ziet hele andere dingen dan een iemand die vanuit mededogen, vanuit liefde geleefd heeft. Bij het zien van visioenen tijdens het doodgaan, tijdens het proces van doodgaan, krijgt de persoon de lessen die hij heeft verzameld, dus nog een keer te zien. En daar kan hij dus eigenlijk, of zij, hij of zij dus, opnieuw tegen die lessen aankijken.
Er zijn zat mensen die bijna dood ervaringen hebben gehad en terug zijn gekomen in hun lichaam en vertellen over wat ze hebben meegemaakt tijdens hun moment van sterven. Heel veel mensen hebben het dan over een wit licht, over een gelukzalig gevoel, over warmte, familieleden, een tunnel. Dat zijn allemaal verhalen van mensen die een bijna dood ervaring hebben meegemaakt. Zat boeken daarover die gelezen kunnen worden. Maar er zijn ook mensen die zijn overleden. Wicked persons, egoïstische mensen, die tijdens het moment van sterven aangaven dat ze bang waren. Dat er entiteiten waren die ze beetpakten, ruw behandelden en als het ware martelden. Pijn deden, wreedheden die ze dan als kra beleefden tijdens hun proces van sterven. Dus de lessen die we hier op aarde leren en hoe we daarop reageren, hoe we omgaan met onze omgeving, dat moet je zien als een spaarpotje voor het leven na de dood. Eigenlijk vanaf de dood. Als je goed hebt geleefd, dan krijg je de gelegenheid om de visioenen, de hallucinaties, de beelden die je ziet, om ze te verwerken, om ze te herkennen en om ze los te laten. Want men zegt, je komt niet in je kondri en zeker niet in de buurt van Tatayao en de hoger geplaatste entiteiten, die allemaal in een hiërarchie in het onzichtbare werken. Je komt niet zomaar in hun buurt als je zelf heel erg onrein en vuil bent. Maar het bepaalt ook dat je de plek waar je dan opnieuw zal worden gereïncarneerd. En bij welke familie je draai komt bakken. Wie goed doet, die zal goed ontmoeten. Ook bij zijn nieuwe reïncarnatie. Want het is karma ook in de dood. Het Tibetaans dodenboek geeft ook aan dat er 3 bardo's er zijn. Ze hebben ze genoemd een bardo van leven. En die bestaat dan in intern en extern. Dan heb je een bardo van doodgaan. Mensen die dan in zo'n bardo, zo'n vision, zo'n hallucinatie zitten. Die ervaren heel veel vrede, peace, helderheid. Ze zien de dingen. Eigenlijk zoals hoe ze werkelijk zijn. Zonder dat ze begeleid of zonder dat ze de ego hebben die ze een andere realiteit laat zien. Eigenlijk een illusie. Want ego is illusie. Ego is opgebouwd hier op aarde en heeft niks met de jojo en ook niks met de kra te maken. Niks met de spirituele wereld. De ego is gebonden aan het lichaam en is gebonden aan het stoffelijke. Dus je hebt 3 bardo's, hè? Ik zeg al, bardo van leven, bardo van doodgaan en bardo van dharma, nirvana. Mensen die in die laatste bardo zitten, die ervaren pure eenheid met een opperwezen. Pure liefde. Eigenlijk goddelijkheid. Dat is wat ze dan in die derde bardo ervaren. Eigenlijk een soort van thuiskomen. Ik ga niet lang praten over bardo's, want dat is niet het verhaal. Daarvoor zal je toch zelf moeten YouTube-filmpjes of boeken moeten kopen die daar dieper op ingaan. Maar ook tijdens de dood is er informatieuitwisseling plaats. En de meeste mensen hebben het erover dat het als het ware te vergelijken is met
mensen die dan LSD hebben gebruikt, hè, LSD, krijg je van die psychedelische visioenen, hallucinaties die je ziet. Men zegt dat het dan je bewustzijn verruimt. Zoals de meeste mensen die ook wiri roken, marijuana roken, die relaxen. Die zijn in staat om na te denken. Want daarvoor werd het ook gebruikt. Vroegere tijden voordat het commercieel werd gebruikt. Dan waren dat de dingen die onze geest als het ware verruimden. Dat was niet iets wat men dagelijks deed. Maar het was een soort van hulpmiddel. En het verruimen van je bewustzijn. Hè, want je bewustzijn is vormloos. Het is vloeibaar. Een soort van gas. Het kan overal zijn. In de Bijbel heeft men het er ook over, maar daar noemt men het Jacob's ladder. Jacob, die dan de stamvader is van 12 Lot. Nou, daar hebben we het dus in principe afgelopen week over gehad. Vandaag gaan we eigenlijk verder met de dood, het onderwerp, maar dan niet meer over de Tibetaanse manier van tegen de dood aankijken. We gaan gewoon verder naar zoals we onze voorouders dat voor ons hebben achtergelaten. En dan gaan we het boek van Uwaspi even induiken. En voornamelijk hoofdstuk van Tatayao. Waar Tatayao als het ware dus aangeeft wat onze Jojo moet doen. Wat zijn werk is. En aan wie hij verslag moet geven. Voordat ik dat ga doen, ga ik natuurlijk eerst even een pokoe. Want ik kan eigenlijk lang doorgaan met praten. Maar dit is natuurlijk ook radio maken. En radio maken en muziek, dat gaat samen. Dus ik ga een apoku-poku opzetten. Want zelf hou ik van apoku-pokus. Want ja, het is wat ze zeggen. Alla blakabuba. En zeker blakabuba sa elibi in Sranang. Tu u abi sa altijd danga unu. Dat na den apuku, uma of mang. En anatrobi, if you know a mang, ik apwa uma apuku. If you know a uma, ik apwa wa mang apuku. Zij kiezen jou. Of zij, sterker nog, ze kiezen je niet. Tata jou, die idemang is. Van alle winties. Ja, want dat, hij heeft even die fakkel gekregen. Van mama Aisa en papa Winti. Om eigenlijk idemang te zijn van de winties. In de boeken zeggen wij. Tatayao is Lord of Host. De host, dat zijn onze lichamen. Dus hij is eigenlijk idemang over de winties. Die op ons moeten letten. Ik hou van mijn apoku's. Ik hou van mijn ingis. Omdat van die twee weten we dat Surinamers ze hebben. Andere mensen in de wereld. Die zullen wel ander hebben aangepast aan de regio's waar ze wonen. En dat staat dus ook geschreven in het boek Uwaspi. Dat de jeeërs gebonden zijn aan de regio's. Daar zijn we dus weer. We zijn dan gekomen aan deel 2 van, van onze uitzending. Dit nummer trouwens vind ik echt een heel wijs nummer. Want in dit nummer zegt hij ook, Mina Bende, zweer van een naam Kakondre. Dus apukus die ons begeleiden. Tiden konakondre. Ala blakabuba wa apuku nawan blakabuba winti. Is Julek Blaka Buba. If Isap sa, if Isap Isrevi, if you want Sap Isrevi, im Saba, im Sap, im make onderzoek. If I apwa apuku. Sana a apuku. And if Isaba apuku da, Julek Blaka Buba, Blaka Uma, Blaka Mang, ye Sap Yusrevi ook to. Want in one Blaka Uma apwa apuku. In one Blaka Mang apwa apuku. In one Srana Mang apwa ingiwinti. If nou een mang, if nou een uma, if nou een busi, if nou een piai, if nou een watra, wala mala abden to disi. En dat, usap fu ala den bere, e wakananga den sneki. Dus,
voeren kon je naar sabis doen in de wintipok of uno, want die den bigis maf uno dat bij mag. Lezen, die uno bij mag schrijven, na zingen wang, want de bigis maf uno, na libi uno na baka. Zonder o naar legi ano, de pot zingen die uno na baka. En in alle de zingen, je met eigenlijk onze cultuur, het diepe van onze cultuur. Je met koning en sabisa de bigisma filip lipgi onu na baka. Daarom om sap a letterlijke vertaling voor de wintipoku. Om sabi sa de bigisma f onu liplek boskopu gi onu na baka. En omdat onu na ba winti cultuur. Ana ap este, ana ap tide, nanga ana ap tamara, bika winti kulturu, na ap keba. Dei fu dei ete, den bigis maf unu. Vooral de umas ma ekis poku, ekis boskopu, ekis singi. Zodat de kantangi unu, singi. Zodat den trotrof unu, den nenef unu, den grawanf unu. Tangano etak nanga unu. En de bigisma van onze betijgen onu, bedipje onu naar bakker dat man tembokon. Tak de orus maf onu boshi bakka boyere bakka en dat die je bot tak bakka nanga oru, de orus maf onu en de jongwang. Dus aten kon doro dat u op u jeje bakka en dat we dan dat dat we lukuding aan de poku en sans do in den poku. En dat we op koning nanga sabi baka voor de woord toe. Zodat de bigisma voor nu in gebruik. In de poko disi. Want zo'n teme arki poko. En dan me hier zo woord toe. En dan me moest tak nanga mi jeje voor tjaar. A betekenis voor zo'n woord toe gimi. Of dan me do actie alles maar sami sabi. Van zijn a betekenis voor een bepaald woord toe. En zo'n ten soms ma je vene die sabi. En zo'n te abi bel om eens maar tak om eens maar haar om een boekus jompo go in alle soort tongen voor go fin a betekenis voor zo'n woord toe. Ook toe, me kon er want 2 jaar achter dat akromanti tongen voor uno ook toe ab een egi spesru to fasi voor schrijf een. Dus u ab tekenen alfabet in sa un kan schrijf un kromanti tongen. Asan dat maakt me zo trots dat uno ab een schrift uno dat akromanti tongo ab een schrift dat nou een tumsi mooi sani en nou asan sami denk je dat uno moest dumoro nanga akromanti tongo want dat zou wel goed zijn if dem chinf uno ook to sap chinso akromanti een taal. Om terug te gaan waar we zijn gebleven. Het boek Oaspi, hoofdstuk van Tatayao. Tatayao die zegt dat hij onze jojos aan ons gegeven heeft om ons te begeleiden. Onze jojos geven verslag aan hun edemangs. En de edemangs weer aan hun edemangs. En zij weer aan hun edemangs. Als een soort van piramide komt dan alles bij Tatayao die edemang is van alle edemangs. En eigenlijk van onze hele schepping hier aan deze kant van de aarde. Aan deze kant van het universum. Aan deze kant van de kosmos waar wij zitten. En volgens onze voorouders zitten we helemaal aan de buitenste ringen van de kosmos. Helemaal in het donker. En zijn we aan het... dat is onze planeet... Moeder Aarde zich aan het verplaatsen van haar plaats aan de buitenste ringen van de kosmos en gaat ze steeds meer het licht in. Wat onze voorouders ook voor ons hebben achtergelaten, dat wij als waterwezens beïnvloed worden door het licht. Want licht beïnvloedt water en wij zijn waterslangetjes. Het boek Waspi die zegt dus dat onze jojos verslag maken en geven. En dat onze aarde verdeeld is in secties. Wij weten het al en we leren op school
dat onze aarde verdeeld is in 7 werelddelen. Het getal 7 is daarbij van belang, omdat 7 het teken is van voleindiging. Het is een heilig cijfer, omdat de 7e dag is als rustdag aan ons doorgegeven, onze Kinade, de Shabbat. Dus onze aarde is verdeeld in secties. En deze secties, ik kan het woord bijna niet uitspreken, deze onderverdelingen van de aarde, die hebben allemaal hun edemangs. En zo wordt eigenlijk alle verslagen verzameld. En ieder sectie heeft een andere edemang. Dus onze jojo's die ontvangen onze kra eigenlijk in de hemel. En in Yeyekundre. Dus in de hemel, of Yeyekundre. Ik schrijf zo slordig dat ik mijn eigen handschrift niet eens kan verstaan. Dus onze jojo's ontvangen onze kras in de hemel. En hemel is dan wat wij dan eigenlijk noemen Yeyekundre. En de rapporten van onze verslagen, die worden dus ook in de hemel bewaard. Daardoor weten we dat alles wat op aarde gebeurd is, daarvan is een verslag gemaakt in Yeyekundre. Al proberen mensen hier op aarde hun daden te verdoezelen, kibriden takru, kibriden sheng. In Yeyekundre is alles opgeslagen. Die Gedehoesu waar we het over hebben, daar staat alles van iedereen in. Onze jojo's die maken eigenlijk het verslag en die geven een rapport, cijfer aan de groei die wij hebben meegemaakt tijdens ons leven hier. Dus ze geven een verslag van de graad van wijsheid van ieder levend wezen die ze begeleid hebben. Er wordt een verslag gemaakt van hun goede en hun slechte daden. In Suriname, tijdens mijn kinderjaren, kregen we rapporten. En daar had je dan blauwe cijfer en rode cijfer. Ik was altijd bang om een rode cijfer te hebben. Want dan had ik altijd het gevoel van, oké, moet ik eens pai pai. Moet ik eens fon fon. Maar je wilde alleen maar blauwe cijfers hebben. Nou, zo moet je dit dus ook zien. Dat onze jojo dus een dossier van ons aanmaakt. En we krijgen rapportcijfers. En dat bepaalt eigenlijk onze plek. Of de plek van ons bewustzijn in de dood. Hier op aarde worden we eigenlijk bewust dom gehouden. Letterlijk is te zien dat eigenlijk mensen hier op aarde, dat ze onze bewustzijn, ja, ze ontwikkelen. We krijgen niet echt de gelegenheid om onze bewustzijn te ontwikkelen. Sowieso mochten wij als 12 al niet lezen. In de kerk vraag ik me af wat er eigenlijk verteld wordt aan mensen en of men over dit soort onderwerpen praat. Want er zijn zoveel boeken die over dit soort onderwerpen praten. Maar als je naar de televisie kijkt of naar de radio normaal zou luisteren, dan praat men niet over dit soort onderwerpen die van zielenbelang zijn. Alsof men hier op aarde alleen maar bodies wilt. Lijven, lichamen zonder een ziel. En hoe meer je eigenlijk kijkt naar het toekomstbeeld, hoe meer je eigenlijk ziet dat men steeds meer wil gaan naar lijven zonder denkkracht, cyborgs, een soort van combinatie van een vleeselijk lijf met een machine, dus een cyborg. Iets wat eigenlijk wordt aangestuurd door een externe macht. Een macht buiten je ziel om. Dus niet door je jojo.
Als we kijken naar de organisatie van Tata Yao, van onze spirituele, als je kijkt naar de spirituele organisatie, dan zie je daar dat wij begeleid worden door onze Jojo. Als je kijkt naar de kunstmatige manier wat men nu in deze wereld aan het opzetten is, dan wil men dat we eigenlijk robotten worden, bestuurd worden door iets anders dan eigenlijk onze Jojo. Alsof men lijven maakt, bodies maakt, zonder zielen, zonder kras. Nou, dat is niet een wereld waarin ik bij mezelf zal denken van, oh leuk om daarin te moeten wonen. Onze Jojo, die onze ziel eigenlijk overneemt en meeneemt in de zielenwereld, die brengt ons bewustzijn naar plekken die we hebben verdiend met hoe we hebben geleefd en de wijsheid die we tijdens het leven hebben vergaard. Dus de plekken waar ons bewustzijn gaat wonen in de dood zijn aangepast aan onze graad van wijsheid, onze graad van intelligentie. Er wordt aangegeven dat in de spirituele wereld, noem het de wereld van de dood, dat er scholen zijn. Skoro, scholen, universiteiten, die door Tata Yao zijn bepaald. Dus dood zijn betekent niet dat we inactief zijn, dat ons bewustzijn inactief is. Dood zijn betekent niet dat je in een kist gaat liggen en dat je niks meer doet. Dood zijn betekent niet dat je maar wacht totdat je op een dag je opstanding krijgt, samen met iedereen in de wereld. Nee, onze voorouders hebben voor ons achtergelaten dat if je je kondre na een werkelijke libi, dat dat bij alle activiteit ook to de. Want jaso na ascoro umpi unde. En teek moet ascoro in een normale libi jaso ook to na grondapu. Maar je ga osobaka. En zo zegt men, moeten we het zien. Want men zegt, zo boven, zo beneden. Sa ipsa ja in grondapu, ipsa ook to in je kondre. Dat is wat men bedoelt met de macrocosmos en de microcosmos. En dat zijn wij, de microcosmos. Dit heeft eigenlijk voor ons heel veel gevolgen als 12 Vulo. Omdat terwijl Luku 12 Vulo in positie in Krontapu, dat we zitten ununa bonsma, lek 12 Vulo, ablaka buba dus ununa bonsma. Maar terwijl Luku onderlinge omgang met elkaar, dat ons dan vaak lagi in wijsheid, koninanga sabi, in sociale omgang nanga makandra, bijna in alle dingen relaties sa u abi, furu wijsheid, nos do ini. En dis ab eigenlijk consequenties ki unu in dede. En aap consequenties ook toe tijdens een moment die zou we deden. Omdat uno de lagi in wijsheid, uno de lagi in kennis. Uno ne sabi zou we go miti in deden. Omdat uno ne lop futak tumsi, uno ne lop futak abra deden. Maar in deden, dat ben libide. En if in dit voorbereid, dat wansani, dan word je altijd maar overvallen daardoor. En dat had de bigisma ook toe etaki. In een kan vrede te je dede. En no so je ko in wang state of mind, pe in wang de en pe je mit wezens, sa no e agri nanga, sa, of sa en e agri nanga afas fa je dede.
If you know a takrus ma yo mi takrusani. Omdat in dede you ebou you realiteit op. Dus wij zijn onze eigen saboteurs van het leven hier op aarde, maar ook van het leven in de dood. In Psalm 91 van de Bijbel, vers 11 tot en met 12, wordt letterlijk aangegeven dat aan ons engelen worden meegegeven die over ons zullen waken. Dit is geen leugen, het staat in alle boeken. Dus we hoeven geen angst te hebben terwijl we kajasot op grond tapu, omdat we beschermd zijn. In de Bijbel kan je bijvoorbeeld ook het verhaal van Job zien. Het boek Job is een heel goed verhaal voor ons als mensen om te lezen. Want je ziet dat Job overkomt voeren. En dat anana, tegen die dibritak. Job no een ano trevo. Job oording na alobisa abgimi. Avis ipur alathan fing. Je mag test Job, maar je mag kiering. Dus altijd if libisma unulek 12 fullo unasap moro sana unpresi. Abon futik a buku Job dat yus refilek Job dat ileetje dat isap ipresi in a spirituele wereld voor bong na nga takru na nga begeleiding zou we kiezen. In het boek staat ook aangegeven dat je duizenden op aarde afwezige jojo's hebt. If alles maar op een jojo, dan lukt om een jojo dit op grond tapu, sa uno ne shi nangau ai. En tata jou pot ding om ons te onderwijzen, fu tja koni nanga sabigi uno. Dus ala koni sa wans mai kisi na een jojo e jeng. En a koni nanga sabi sa we kis fu un jojo na dana hei een heel wijsheid. Wijsheid voor de seizoenen. Voor grondtapu, maar ook voor de seizoenen in Alibi voor Alibisma. Maar ook voor de seizoenen voor Akosmos. Een jojo apkoni ki unu abra samp satyasa tapa grondtapu. Sa amung nanga asong sana de betekenis i unu libi en fa de beïnvloede unu. Maar ook to abra de sterren. Een jojo sap alathansang psa in culturen die ben defos unu, bijvoorbeeld Atlantis, Lemuria, maar ook toe de Inca, de Olmeca, de Maya's, maar ook toe Koninangasabi van Oud-Indusvallei. Dus alle de vorige cyclussen voor de high culturen, unu jojo, ab alle den konidisi, voor de spirituele wereld, maar ook toe alle van Sajas, voor de stoffelijke wereld. En op dit moment sa is ze in grondtapu na dat voerus ma no eere den jojo moro. Omdat a fasfa a kulturu jat ap grondtapu de. A kulturu in grondtapu de no dat alathan sa iwan i firif du i mag du. A kulturu in grondtapu no de na ego gericht. Er is veel spirituele ongeloof. Den koni nanga sabi sami echari ja zo, tap de dinsdag. Voorus mano echari den koni nanga sabi dis tap a mainstream en televisie of radio. En door ongeloof in tata jouwlek edemang, voor ala libisma, voor a hele schepping, plus voor de spirituele, plus voor de spirit san abisjing, plus voor de elementale, de jeyes, de winties, door dat ongeloof de in de sandici, adesso dat unu jojo de machteloos, unu jojo de machteloos voor poor zelf jumbis van ons af. Want lek van u ab jojo's, u ook to ab jumbis. En wala mala saba woord jumbi, jumbi, mine god apan jumbi lai drape. I ab jumbi en je hebt jojo. If you jojo de machteloos, voor bescherm je tegen invloed voor jumbies.
dan ben je als het ware een soort van verlaten, een pismitti. Bij allerlei hongerige hyena's na een dago is koefu vallen je aan. Want in Abukuf dat aan jou is waarschuwen dat na 12 uur jumbis e val unu aan in grote aantallen. E val unu kra aan. E val unu sili aan, unu kra. En de val unu aan vooral in de droomwereld, in de astrale wereld. En if unu e tref ons revi, unu e or unu nou een bepaalde reinheid voor nyang, reinheid voor denki, reinheid voor doe. En dit zijn allemaal beïnvloedingen die we dan krijgen vanuit onze Jojo, want onze Jojo praat met ons. If unu no e oor ons reefie na sa unu Jojo e potap unu pasi e soor unu fa unu slibi, dan worden we aangevallen door jumbies. En ze vallen ons aan tussen 12 uur middernacht en 3 uur 's morgens, daarna din ting. En doordat we eigenlijk bijgelovig zijn, lui, we willen zelf niet in op zoek gaan naar deze informatie, zijn we eigenlijk een soort van onwetend. Want we denken, een pleistruisvogel heeft mijn ding tak aan de dede aan ons hadde. En dan, ja, je wordt dan bijgelovig, want je bribi, je kunt trouwens een kloon voor een huidige cultuur, dus dat je domineer uno, een dom, een lesie. Dan word je lustig, want alasansa, je wordt hebzuchtig, je lost dus zo als ching, je a patronen zang, et tai yukra. En want tai kra is belangrijk in de dood en in reïncarnatie. Want omoro ikra tai, omoro in de astrale werelden, den jumbies, je merkt dat bij je op. Want hij mark you. Ik zie dat het tijd is en dat zo meteen ik uit de uitzending word gegooid. Dat wil ik voorkomen. Dus ik ga zelf maar uit de uitzending. Maar ik hoop dat jullie die luisteren er volgende week weer zijn. Want dan gaan we verder op deze materie in. Over de Jojo en de Jumbi en de Marki van ons in de astrale wereld. Nogmaals, ik ben Makeda Ja. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je er volgende week weer bent. Yeah.